sta hier in Tanzania in Afrika. En zelf sponsor ik hier een kind bij World Vision. En om eerlijk te zijn heb ik dat gedaan uit plichtsbesef. Je moet toch voor een ander zorgen. Maar als je dan hier bent en je ziet het werk wat World Vision daadwerkelijk doet. Ze zorgen niet alleen voor dat ene kind wat jij sponsort. Maar echt voor hun hele omgeving. We zijn vandaag op bezoek bij de familie John hier in Tanzania. We hebben een gesprek met hun gehad naar aanleiding van het overlijden van hun dochter Grace. Zij is een paar jaar geleden overleden doordat ze malaria had. En een bloedtransfusie moest hebben in een ziekenhuis verderop, omdat het hier in de buurt niet geregeld kon worden. We zien hier echter ook het werk van World Vision. Niet alleen op persoonlijk gebied met kleine kinderen die gesponsord worden, maar juist ook op het gebied van grote projecten waarbij op langere termijn dingen echt bereikt gaan worden. Mijn hart klopt daar harder van. Ik zie dat dit gaat werken en ik vertrouw erop dat dit helemaal goed komt voor deze kinderen. We hebben jouw hulp daarbij nodig.